Het is heel dankbaar werk. De patiënten zijn echt super dankbaar. De caregivers, de mensen die soms meekomen met de patiënten, zijn ook heel dankbaar. Echt voor het minste wat je doet. En ook zelfs in sommige opzichten als we mensen niet kunnen helpen, wat ook wel eens gebeurt, dat je toch nee moet zeggen tegen mensen, om wat voor reden dan ook, dan nog, zijn ze echt super dankbaar. De dankbaarheid hier krijgt echt gewoon een andere dimensie voor je. Ik ben Nelieke Meeuwse. Ik werk aan boord van een van de schepen van Mercy Ships. Eerst de Africa Mercy en nu inmiddels de Global Mercy. Ik ben begonnen als ward nurse op de afdeling en inmiddels ben ik General Surgery Teamleider. Ik werk maandag tot vrijdag op de ward en heb ik overview van alle patiënten die op de ward liggen. Dus van General Surgery, dus hernia operaties, lipoma's, soms kinderen, soms volwassenen, soms door elkaar. Ik werkte als acute opnameverpleegkundige in het ziekenhuis. Daar was het vooral acute zorg en op dit moment alle patiënten die naar het schip komen zijn geplande operaties. Dus het is iets minder acuut. Dus in die zin is het wel anders, maar ja, op zich de verpleegkundige zorg blijft hetzelfde. Ja, het ziekenhuis hier, het werkt gewoon eigenlijk precies als een ziekenhuis in Nederland. We hebben een radiologieafdeling met een CT-scan en een X-ray. We hebben een laboratorium, een apotheek, een bloedbank. Het is gewoon echt een ziekenhuis net als in Nederland. Dit ziekenhuis is anders omdat je samenwerkt met een internationaal team. Mensen echt van over de hele wereld. Je hebt natuurlijk een taalbarrière met je patiënten soms. Dus je communiceert via de daycrew, via de lokale mensen die met ons samenwerken. En die ons helpen met het vertalen tegenover de patiënt. Dus dat is heel anders en daardoor kosten sommige dingen dus ook meer tijd dan dat je misschien thuis gewend bent. De grootste drempel voor mij was het Engels. Ik was bang dat dat echt een issue zou zijn. Maar dat is me echt alles meegevallen. Mensen zijn enorm bereid om je te helpen. Ze snappen het ook echt, want er zijn mensen van over de hele wereld. En ook al is Engels je moedertaal, dan nog zijn er hele grote verschillen. Dus ja, dat is me echt alles meegevallen. En als dat een obstakel voor je is, dan dat hoeft het echt niet te zijn. Het is zeker uniek, want de collega's waarmee je hier zo werkt op de afdeling, daar sta je s'avonds gewoon weer mee in de rij om je eten te halen. En daar doe je s'avonds weer mee een spelletje en 's ochtends aan de ontbijttafel zie je ze weer. Dus in die zin, het is echt wel heel uniek en wat ik zeg, soms ook heel intens. Maar daardoor bouw je ook een goede band op met elkaar. Ik vind het mooi om zo met elkaar dit te kunnen doen. Natuurlijk heb je soms ook je mindere dagen, net als in Nederland, want ik bedoel, het is soms ook wel heel intens, omdat je echt woont waar je werkt en werkt waar je woont, zeg maar. Ja, dan heb je soms van die kindjes die hier rondrennen over de afdeling en die je dan opeens even een knuffel komen geven. En dat vrolijkt je dan gewoon helemaal op en dat maakt gelijk je dag. En dan weet je ook echt weer waarom je hier bent en hoe blij en hoe dankbaar de mensen zijn. En dat is voor mij echt een hoogtepunt. Het is een hele mooie, unieke ervaring en je leert er ook echt van, ook als verpleegkundige zijnde. Heel speciaal om iets bij te dragen aan deze mensen en ook weer om mee terug te nemen naar Nederland. Zeggen we wel eens, het is een beetje besmettelijk als je eenmaal bent geweest, dan kom je iedere keer weer terug of je blijft voor langere tijd.